Daar zijn we weer. Het is weer zaterdag. We hebben weer een hele leuke update voor jullie vanuit onze winkel in Spijkenisse. We hebben ook deze week weer nieuwe artikelen binnengekregen. En we gaan weer even een rondje door de winkel lopen. Om te laten zien wat er allemaal weer nieuw is. Nou, we laten natuurlijk niet alle nieuwe artikelen zien. Wil je echt alles zien? Kijk even bij de nieuwe artikelen in de webshop. Dan zie je echt alles. We hebben er weer een paar uitgezocht waarvan we denken dat het leuk is om aan jullie te laten zien. We staan bij de boeken van Marta. En dat zijn de collageboeken. Nou, inmiddels komen die zoveel voorbij op Facebook dat ik denk dat iedereen ze wel kent. We hebben twee nieuwe, dat is de Winterstories en de Gnomes in Winterwonderland. Deze boeken zijn zeker een heel stuk dikker als de eerdere boeken die uitgekomen zijn. We zullen er even doorheen bladeren, zodat jullie een idee krijgen van de inhoud. Deze boeken die zijn zeker iets anders als de voorgaande boeken. De plaatjes zijn wat kleiner. Er zitten meer achtergronden in verwerkt. Er zitten ook weer van die tekstjes bij. Die zullen jullie dadelijk zien, want die zitten een beetje achterin. Dat zijn die stripjes, die kun je dus uitsnijden. Nou, alle boeken worden veel gebruikt in de art journals, de collages, er worden vazen mee beplakt, decoupage, natuurlijk kaarten meegemaakt. Er is heel veel mee mogelijk. De boeken zijn ontzettend populair. De boeken die worden veel aangeboden via Amazon, maar de betere hobbywinkels hebben deze boeken ook te koop. En het leuke is natuurlijk dat je bij je hobbywinkel ook gewoon terecht kunt voor een flesje bijpassende verf, een inktkussentje, een stenseltje. En Amazon is leuk, maar daar hebben de hobbywinkels niet zo heel veel aan. Dus waar je het ook koopt, maakt niet uit. Ik koop mijn kleding ook niet in één winkel. Maar het is wel heel fijn als je je hobbywinkel steunt. Want het gaat niet zo heel goed met de hobbywinkels in Nederland. Dus denk daar ook eens over na, alsjeblieft. Of het nou gaat om de inkopen voor de Sint of de Kerst. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik ging even voorbij die laatste tekstjes. Die ga ik nog even opzoeken. En daar zijn ze. Dit zijn dus die, dat is dus nieuw. Dat zijn dus die vellen met die tekstjes. Die zaten ook al in het laatste kerstboek. Maar ook die zitten er dus weer in. Nou, volgende week komen er nog drie nieuwe boeken. Die boeken die volgende week komen, dat zijn meer de background boeken. Dus dat zijn meer achtergronden. Je kunt natuurlijk zelf achtergronden maken met stencils, inkt, pasta's enzovoort. Maar denk je nou van ja, maar ja, weet je, daar ben ik niet zo handig in of wat dan ook. Dan komen er dus volgende week nog drie background boeken. En dan denk ik dat we het nu wel weer eventjes gehad hebben. Dus deze week twee nieuwe boeken. Volgende week nog drie nieuwe boeken. Dus we hebben hier, dus die ik jullie nu laat zien. Dat zijn de Gnomes in Winterwonderland. Nou, ik had het net al gezegd, maar de boeken zijn dus iets dikker als de boeken die er eerder waren. En daardoor zijn ze ook ietsjes duurder als de andere boeken. Dat verklaart heel veel. Nou, hier zit ook van alles in. Als je gaat kijken naar het aantal pagina's, dan valt ook deze prijs best wel mee. Nou, ik hoop dat jullie zo een beetje een beeld krijgen van de inhoud van de boeken. Dus dit is de Gnomes in Winterwonderland en eerder liet ik zien de Winterstories en de backgrounds. Dus dat zijn de twee nieuwe boeken van Marta. Dan gaan we eventjes een stukje verder richting Studio Light. Want Studio Light heeft deze week 8 nieuwe artikelen. Dat zijn dit rijtje met de snijmalletjes. Dit zijn allemaal pop-up dies. En pop-up dies, daar zijn snijmallen en bijpassende stempels bij. Het idee is dat je dus met de snijmal je kaartbasis maakt. En dan kun je daar vervolgens, dus deze snijmal, dan maak je dus in de vouwlijn maak je zo'n pop-up doosje. En heb je dan de bijpassende stempelset, dan kun je hem dus aankleden met die ballonnetjes. Dus hier in deze snijmal, het is wat lastig te zien allemaal. Deze snijmal, dat wordt dus dat pop-up doosje. Aan de binnenkant van je kaart. En met de stempelset kun je hem dus aankleden. Dus dit hoort bij elkaar. En zo hebben we dus 4 verschillende. Dus we hebben het doosje. Hier kun je dus een... Dit is een puntje. Dat is dus een boeketje voor in het midden van je kaart. Dus de stempel is dan weer met aankleding bloemen. De bloemen in deze set zitten dan ook weer bij passende snijmallen. Dit is ook een leuke set. Zal de stempelset er even bij pakken. Dat is deze. Dus je hebt in deze, dit is een snijmal van een soort slider. Als je hem dan uittrekt. Dus, en in de stempelset zitten dan allemaal bijpassende aankleding voor het voorbeeld te maken zoals je hier ziet. Nou, dan hebben we er nog één.
Je bestelt ze dus los van elkaar, maar ze kunnen dus met elkaar gecombineerd worden. Dat is wel het leukste, want anders in de snijmallen set zitten ook snijmalletjes voor deze stempels. Dus dan is het het leukste als je het bij elkaar hebt. Nou, deze, dat is een, ook een slider, maar dan een stripje wat je uittrekt. En in de stempelset zitten dus weer allemaal tekstjes die passen op dat smalle stripje. En dan natuurlijk die beertjes. En als je hem ingeschoven hebt, zijn de beertjes naar elkaar... Nee, andersom. Als je hem ingeschoven hebt, zijn de beertjes uit elkaar. Trek je hem uit, zijn de beertjes bij elkaar. Dus dat is het idee van deze nieuwe serie van Studio Light deze week. Nou, dat is weer eens wat anders. En het is weer eens wat uitdagender kaarten maken. Dus dat is dat van Studio Light. Nou, gaan we verder. We zijn deze week begonnen met de nieuwe... collectie van Elisabeth Craft Designs. Er zijn twee specials uitgekomen. De special plannerfolio is van Esther Glas. Die heeft deze ontworpen. In de set zit een set snijmallen. Dubbelzijdig. En een stempelset. Dus dit is de inhoud van een special. Waarbij de snijmallen set dus aan twee kanten is. Deze specials die zijn €79,95. Koop je beide specials samen, dan hebben we een setprijs van €149,95. Dit is de special die is ontworpen door David Rodenburg. Dat is de Journal Romans special set. Er zit natuurlijk ook een inspiratie flyer bij. Er zit een stempel set bij en er zit een set bij met allemaal snijmallen. Nou, deze set die heeft dus allemaal onderdelen waarmee je dus een basis van een mini-albumpje kunt maken. Nou, Marga Downer die ging maandagmiddag voor ons live om de nieuwe artikelen te laten zien. Mocht je dat gemist hebben, kun je dat uiteraard terugkijken. Hij staat ook op YouTube. De basis dus in deze special van David is om een albumpje te maken met allemaal accessoires. Zoals bijvoorbeeld van die verstevigingsstripjes. Er zit ook een hele leuke waterval in. Dat is deze. Dus dan krijg je ook weer zo'n stripje met... omklappende fotootjes. Nou, hier zien jullie ook wat ideetjes op. Ik heb... sommige dingen kunnen ook gecombineerd worden uit beide sets. Ik heb nog meer voorbeeldjes, want Marga die ging dus van de week live en die heeft ook nog voorbeelden opgestuurd. Onze collega Alice die ging ook al aan de slag met de nieuwe specials. Ik heb hier dus verschillende voorbeeldjes. De voorbeeldjes hebben allemaal flapjes en dingetjes en allemaal leuke... andere paginaatjes. Er zitten, overal zitten dus pockets waar je dus weer dingetjes in kunt doen. En zo zijn dit zomaar wat voorbeeldjes. Dit is ook uit de nieuwe special. En dan krijg je dus weer deze pagina met allemaal vakjes waar je dus allemaal weer leuke dingetjes in kunt doen. Het papier wat gebruikt is, dat is uit het nieuwe Reminiscence boek nummertje 8. Heb ik ook klaar liggen, ga ik zo even laten zien. En dan hebben we deze nog. Ook een hele leuke pagina. Ze hebben allemaal vakjes en flapjes. Dus hier zitten ook wat losse onderdeeltjes. En dan aan de achterkant heb je ook weer zo'n touwtjessysteem. En daar kwam net deze tag uitvallen. Dus nou, dat is deze. En natuurlijk hartstikke leuk om straks je December Day by Day mee te gaan vullen. Vorige week heb ik het gezegd in de live, maar ik herhaal het nog maar eventjes. Zaterdag 7 december is... Esther Glas bij ons in de winkel samen met Marie Claire. Dus dat is een demonstratie op zaterdag 7 december. De week daarvoor op 30 november is Rebecca bij ons in de winkel met een make and take. En zij gaat aan de slag met de muizen. Het Reminiscence boek nummertje 8. Degene die de boek al eerder hebben gehad, die weten het. Maar aan het begin van het boek is de kwaliteit van het papier dunner. En achterin is de kwaliteit dikker. Dus je hebt dezelfde printjes twee keer... En dan heb je ze dus in het dun en in het dik. Nou, er zitten heel veel afbeeldingen bij die je dan weer uit kunt knippen. Achtergronden, van alles en nog wat. Dus dit is weer een heel mooi boek geworden. En dat is dus nummertje 8 inmiddels van Esther. Dus dat is de nieuwe Elisabeth Craft Designs. Nou, dan hebben wij dus vers van de pers de laatste 12 nieuwe kleurtjes Sprits binnengekregen. De Sprits van Tim Holtz. De Sprits waar je zo leuk mee een mooie glitterachtergrond kunt maken. Je kunt er leuk mee spetteren en mee sprayen. De Sprits zijn 12 nieuwe kleurtjes uitgekomen deze week. Hier hebben we dus een setje van. Kun je ze dus allemaal in één keertje kopen. Inmiddels zijn er 36 kleurtjes. En we hebben ze allemaal nog in voorraad.
Dus de spritsjes voor de liefhebbers zijn er ook. Nou, dan gaan we weer een stukje verder. En dan gaan wij hier eventjes naar dit wandje toe. Want wij hebben dus de nieuwe release binnengekregen van Crafty by Tony. En de Crafty by Tony, dus deze rij, is nieuw. Dit zijn de nieuwe stempels. Er zijn A5 sets en er is een A6 stempelsetje. Er is nog één stempeltje onderweg naar ons. Dus voor de oplettende kijker, er komt er nog eentje. Dus hier is alweer een voorbeeldje van onze collega Alice. Die ging ermee aan de slag. En op dit voorbeeldje zien jullie ook de nieuwe washi tape verwerkt. Dus naast dat we nu de stempelset nieuwe hebben voor de kerst, hebben we ook de nieuwe washi tapes. Er zijn er 8. Sommige washi tapes zijn net iets breder als de andere. Maar er zitten hele leuke bij. Wat ook echt ontzettend leuk is, dat zijn die hele smalletjes met die streepjes. Dus die zitten ook op het voorbeeldje. Dus de rood met blauw gestreepte en de rood met groene natuurlijk voor de kerst. Dus dit is echt zo'n postrandje, blauw met rood. Past natuurlijk ook weer leuk bij dat reminiscence boek nummer 7, die we onlangs is uitgekomen, want die is helemaal blauw met rood. Nou, dus deze washi tapes, die hebben wij nu ook in voorraad. Ik moet zeggen dat de washi tapes best wel hard gaan. Dus als er nog wat voor je bij zit, zou ik zeggen, wacht niet te lang, want ze gaan wel een beetje hard. Dus dat is Crafty by Tony. Nou, dan gaan we hier nog eventjes naartoe. Want we hebben dus Tim Holtz. Die heeft vorige week weer een verrassingslive gedaan. Waarin deze nieuwe setjes bekend werden gemaakt. Nou, dit zijn dus hele leuke setjes. En ik heb er eentje opengemaakt. Deze setjes die bestaan uit embossing foldertjes in combinatie met snijmalletjes. Nou, als je hem uit het plastic haalt, dan zit er dus een heel leuk zakje in. Dit zakje, daar zit dus de inhoud in. En dan zien jullie dus hier dat het gaat om een embossing foldertje klein formaat. En in dit geval een zakje met al die letterstansjes. Want het setje wat ik hier in mijn handen heb, dat is het letterbordje. En dat is deze. Dus dat is de inhoud dus van het zakje. Een kleine embossing folder met bijpassende snijmalletjes. Nou, er zijn dus, even kijken, 5 verschillende van. Deze is natuurlijk al een beetje voor de Valentijn. Embossing foldertje hartjes, snijmalletjes. Voor verjaardagen, embossing foldertje neutraal, ballonnetjes, feesthoedje. Dit is natuurlijk een hele leuke set. Gecombineerd met het letterbordje in combinatie met de koffiebekertjes. Dus een embossing foldertje koffiebekertjes en die hele leuke snijmalletjes koffiebekertjes. Dan hebben we hier de kerst. En dat is een embossing foldertje schuine streep met kerstfiguurtjes. Dus deze setjes zijn €17,50. Nou, en die zijn ook weer heel erg leuk. Dat is het voorbeeldje wat daar hoort. Nou, eens even kijken. We hebben dus weer eens een weekendaanbieding voor jullie. En dat is dit keer de 49er Market 25% korting. Dat is de weekendaanbieding. Die is dus geldig tot en met zondagavond in de webshop. En in de winkel natuurlijk alleen vandaag op zaterdag. Dus in de webshop beide dagen, je hoeft er niks voor te doen. De korting is al verrekend. Dus 25% korting. We maken vast weer wat plaats voor nieuwe collecties. En daarom dit weekend 25% korting op 49er Market. Alles wat natuurlijk op voorraad is en op is op. Nou, gaan we alleen nog eventjes naar de achterwand. Want we hebben Waffelflower deze week binnengekregen. Vorige week had ik hem al een beetje aangekondigd. Maar Waffelflower heeft dus een nieuwe collectie. Deze collectie is een beetje winters. Deze is ontzettend leuk. Dat is het woordje hello. Met allemaal losse onderdeeltjes. Die kun je dus over die letters heen plakken. En dan heeft de hello dus een besneeuwd bovenkantje. Maar zonder of met kun je hem dan gebruiken. Een achtergrond. Hele mooie achtergrond. De sneeuwpopjes om op te bouwen. De grote sneeuwpop om op te bouwen. Deze zijn bijna uitverkocht. De Frosty Background Stencil Die, dus dat is dezelfde als waar we net die achtergrond van hadden, maar dan in een stencil. Dan hebben we hier de Postage Collage Snowy Stencil. Is allemaal niet zo heel goed te zien op deze verpakking, maar klik ze maar aan in de webshop, dan zie je al die leuke voorbeeldjes erbij. Deze past natuurlijk bij de Postage Collage A2 stans van Waffelflower en dan kun je al die vakjes weer beinkten. En dan hebben we hier nog een stencil van een hele grote sneeuwpop. En die bestaat dan uit meerdere laagjes, waardoor je dan een beetje dat 3D-effect krijgt. En de Snowflake Background Stencil. Nou, ik weet dat dit altijd een beetje lastig te zien is op het filmpje. Maar de artikelen zijn zo leuk.
En gelijk hebben we alweer bijbesteld, want er waren gelijk al wat artikeltjes uitverkocht. Dus er wordt weer aangewerkt. Laat vooral je e-mailadres even achter in de webshop op het moment dat jij interesse hebt nog in iets van deze artikelen. Want als wij dan weer voorraad hebben, dan krijg je weer een mailtje dat er weer voorraad is. En dan is het aan jou of je wil bestellen of niet. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van dit rondje deze week. Volgende week komen er weer nieuwe artikelen. Ja, echt, echt. Sowieso komt er een hele leuke levering van Honeybee. Die is echt fantastisch, zou ik zeker even in de gaten houden. Ik had natuurlijk gehoopt dat die er alweer was, maar ja, volgende week. Dus volgende week dat. En wat was er nou nog meer volgende week? Er was nog iets leuks waarvan ik dacht, de nieuwe boeken natuurlijk sowieso. Dus nou ja, volgende week gewoon weer nieuwe artikelen. Doen we gewoon weer een rondje door de winkel. Laten we gewoon weer zien wat er allemaal weer nieuw is. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik wens jullie natuurlijk een heel fijn weekend. Het is fantastisch knutselweer. Dus ik zou zeggen, ga lekker aan de slag. Ga wat creatiefs doen. Of ga wat anders leuks doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Leuk als je een reactie achterlaat of een likeje. En tot de volgende keer. Heel graag.